Verhoeven, ik ben 27 jaar. Ik ben gestart met wielrennen op mijn 14. Mijn eerste ervaring bij de ploeg is dat alles zeer goed geregeld is qua omkadering en het is een zeer mooi wedstrijdprogramma. De sfeer in de groep is heel belangrijk. Als je aan tafel niet goed overeenkomt, gaat dat sowieso niet gebeuren in een wedstrijd en dan gaat niemand elkaar helpen. Dus de sfeer is wel key in een ploeg voor die goed te draaien. Ja, ik ben Nick. Ik ben Nick Beerland. Ik ben 29 jaar. Ik ben de chef en de zaakvoerder van restaurant La Vie in Antwerpen. Maar deze week ben ik de persoonlijke chef van Hubo Cycling Team. Ik denk dat eten heel belangrijk is. Omwille van, ja, er moeten prestaties worden gevoerd. We gaan ook heel persoonlijk en heel gericht koken met bepaalde ingrediënten. Dus vandaar moeten we toch wel een beetje opletten wat, hoe en wanneer. Ik ben Toon, 23 jaar. Dit is mijn eerste seizoen bij Hubo. En ik ben eigenlijk bij Hubo gekomen omdat ik, ja, voor de groepssfeer ten eerste. En ook omdat ik een professionelere omkadering wou. Maar dus als wij hier aankomen op de koers, de staf is dan bezig met tent op te zetten. Dat was hier al vandaag het geval. Bidonnen worden op voorhand klaargemaakt door de staf. Benen worden ingesmeerd. Het zijn allemaal van die lijken kleine dingen. Maar dat totaalpakket is echt wel heel belangrijk om optimaal te kunnen presteren. Voor de wedstrijd durf ik nog wel eens nadenken en zo toch een keer denken van wie staat er allemaal aan de start. Maar tijdens de wedstrijd is het verstand nul en trappen. Ik ben Seth, ik ben 21 jaar. Ik rij ondertussen al 3 jaar voor Hubo. Ik ben dus coureur, maar ik ben hier vandaag niet om te rijden. Ik ben ook mechaniker voor de ploeg tevens. Ik heb vandaag de mannen geholpen. Ik heb hun fietsen in orde gezet. Ik heb ervoor gezorgd dat die klaar waren om te presteren. Ik heb een aantal fietswissels moeten doen. Er zijn wat valpartijen geweest. Nu hang ik gewoon die mannen hun fiets terug in orde zetten. Zien dat alles tip-top is voor morgen terug opnieuw te knallen. Dit team is naar mijn gevoel heel professioneel. In de 26 jaar dat ik dit doe, heb ik dat nog nooit gezien dat er zo'n professionele visie achter een team zit. Jongens krijgen bij ons de kans om zich te ontwikkelen, ook al studeren ze of werken ze. En ja, dat is alleen maar positief om de prestaties stelselmatig te verbeteren. Hubo Cycling, ik denk dat dat een heel goede gebeurtenis van de ploeg. Ook qua mijn vader zit er zelf in en mijn broer zit mee in het bestuur ook. Dus die gaan volle bak de zorgen geven die de jongens nodig hebben. En dat is natuurlijk het belangrijkste in het wielerleven. Dus ik sta er vol positief achter de ploeg zelf. Er wordt nu echt naar Hubo gekeken, dus dat ligt ook aan de renners en aan hoe dat het zich voelt. De hele groep hangt goed aan elkaar. En ook, ja, er wordt gelachen voor de start. Er is eigenlijk geen onderlinge strijd onder elkaar, dus iedereen rijdt voor elkaar ook in de koers. En dat is natuurlijk altijd mooi meegenomen. Met een goede omkadering en goede sponsors, daar begint eigenlijk heel het team mee. Dus ik denk dat we, ja, zowel de sponsors als het bestuur, de omkadering, eigenlijk heel dankbaar mogen zijn. Dat we gelijk dit rondje in een mooi hotel, met goed eten, met heel het team eigenlijk kunnen vertoeven. Dat is altijd, ja, heel leuk en dat brengt ook heel veel toe aan de ploegsfeer. Wij proberen ook activiteiten te organiseren om die te bevorderen. Dat kan zijn van een groepstraining, dat kan ook zijn van een barbecue dat wij deze zomer georganiseerd hebben. In het najaar willen we een keer naar de Ardennen gaan, samen met de jongens, om eigenlijk die groepsfeer te creëren. Dat is een heel belangrijk item, want een goede groepsfeer, dat resulteert ook tot goede resultaten.